ben Lois en ik ben zeewierboerin. We hebben dus hier onze eigen zeewierboerderij en daarmee groeien we ons eigen zeewier. Ik ben hier begonnen met mijn stage en dat ging eigenlijk zo goed dat ik uiteindelijk hier ben gaan werken. Op de wereld bestaan er ongeveer 12.000 zeewiersoorten. Dus elke soort is weer anders. De ene groeit in zoet water, de andere in zout water. Wij gebruiken dus een bepaalde techniek, dat heet twine seeding. Waarmee we dus de kleine baby zeewierzaadjes om de lijnen wikkelen. En vervolgens laten we dat groeien in het water. En uiteindelijk kunnen we dat dus oogsten. Als ik dus zo van het water afkom, heb ik hier alle mooie bladeren saccharina. En die kan ik dan vervolgens gaan drogen in een droogmachine. En dan krijg je hier allemaal mooie vlokken zo. Je kan verschillende producten maken van zeewier. Wij maken er onder andere chocoladerepen van, voedingsmiddelen, gezichtsverzorging. Je kan er echt van alles mee maken eigenlijk. Ik vind de combinatie tussen praktijk, het fysieke gedeelte en dus op de achtergrond met je laptop bezig, klanten bellen, dat vind ik heel erg tof. Ik denk dat ik het allergelukkigst ben als het natuurlijk lekker weer is, ik op het water zit, zie dat het zeewier goed groeit en dat het samen met mijn collega's gewoon lekker op het water ben en plezier heb.